Naast mij zit Elle Kuppens van Thuiszorg West-Brabant. Elle, welkom. Dankjewel. Kun jij jezelf voorstellen, zeggen wie je bent? Nou, ik ben Elle Kuppens. Ik ben senior case manager dementie bij Thuiszorg West-Brabant. En ik doe dit werk sinds 2013 met heel veel plezier. Ja. Kijk, ja. Dat is heel mooi om te horen. Een vraag, hè? Hoe draag jij bij als het gaat om mensen met een hulpvraag rondom dementie of hun naasten? Als wij een aanmelding krijgen voor een persoon van dementie en een mantelzorgers voor begeleiding, dan maken wij eerst contact met de huisarts om even af te checken van, goh, is het bekend bij jullie dat er mogelijk kreugenproblemen spelen? Dan nemen we contact op met de cliënt of zijn mantelzorger. En dan gaan we in gesprek. En dan is het eigenlijk vooral, het eerste gesprek is vooral voor onszelf geslaagd als we nog een keer terug mogen komen. Mm-hmm. En wat we dan doen is eigenlijk afstemmen, levelen met degene die tegenover je zitten. Kijken waar de hulpvraag zit en kijken of je die samen met hunzelf in hun verwachtingspatroon kunt kijken of je er mogelijke oplossingen voor kunt vinden. Die vragen zijn dan vooral vanuit het feit dat die voortkomen uit de geheugenproblemen, zeker de dementie. En niet alle vragen kun je natuurlijk direct beantwoorden. Dan gaan we erachteraan. Tenminste, ga ik erachteraan. En kijken of ik dan tot een juiste beantwoording of invulling van de hulpvraag kan komen. En nemen de vragen toe in de gemeente Bergen-op-Zoom de laatste jaren, maanden? Nou, eigenlijk vanaf dat ik dit werk doe, nemen de vragen alleen maar toe. Want we zijn gestart, toen ik binnen de Thuiszorg West-Brabant begon, was ik nummer 5 case manager. En inmiddels zijn we in Bergen-op-Zoom, moet ik zeggen. Inmiddels zijn we in Bergen-op-Zoom met 15 mensen van Thuiszorg West-Brabant. Dus dan kan je wel zeggen dat de hulpvraag toe is genomen. Ja. Nou, dat is wel schrikbarend veel, hè? Het is nog volop aanbod aan werk. Dus in die zin zijn er heel veel mensen met geheugenproblemen, CQ dementie. Ja. En als je naar jezelf kijkt als professional, waar ben je trots op? Ik ben eigenlijk het meest trots als de cliënt aangeeft dat hij tevreden is. Met of de hulp die de directe hulp die is geboden, of in het algemeen dat men aangeeft van, goh, ik vind het zo fijn dat je er bent. Mm-hmm. En het grappige is dan dat wij gaan niet iedere week bij mensen langs. Op het moment dat we bij de mensen zijn, word je herkend door de manier van benaderen en bejegenen, mm-hmm, en je manier van praten. En het kan best zijn als je ze 3 weken later in de stad tegenkomt dat ze totaal niet weten wie je bent. Mm-hmm. Maar op het moment dat je erbij ze bent, dan is gelijk eigenlijk bijna altijd gelijk die herkenning er weer. Ja. En als case manager dementie richt je met name, stel ik me voor, op de cliënt, degene die ook dementie heeft. Wat kun je betekenen voor de naaste? Nou, eigenlijk zien wij onze begeleiding niet alleen voor de mensen met dementie, maar ook voor het naaste. Het is eigenlijk het cliëntsysteem wat je, mm-hmm, probeert te ondersteunen, te begeleiden, adviseren, te helpen. En die zijn eigenlijk net zo belangrijk als de persoon met dementie. Want op het moment dat die naasten het niet meer vol kunnen houden, is er voor de mensen met dementie ook een probleem vaak. Ja. Helder. En wat is jouw bijdrage, kijkend weer naar jouw organisatie, maar ook je eigen functie, als het gaat om de Alzheimer Cafés? Ik ben zelf lid van de werkgroep Alzheimer Café Bergen-op-Zoom. En ik ben in principe in de coronatijd minder, maar bij de reguliere Alzheimer Cafés ben ik eigenlijk altijd aanwezig en als professional. Mm-hmm. En als ik zelf niet kan, dan gaat een collega van mij. En ik doe mee in de werkgroep, dus ik denk ook mee en met over de organisatie. En ik moet zeggen dat het grootste deel van de organisatie wel bij de vrijwilligersclub ligt. Maar wij volgen ook wel toe natuurlijk. Wat is in jouw ogen een dementievriendelijke gemeente? Een gemeente waar mensen met dementie gezien en erkend worden. Ja, dat er op een normale manier mee omgegaan wordt. Ja, is dan normaal? Ja. Er zijn natuurlijk supermarkten die daar cursussen in volgen. De banken hebben daar cursussen in gevolgd. Tenminste, de ABN AMRO, weet ik.
Er zullen ongetwijfeld nog meer organisaties binnen de koren en de sportclubs zijn natuurlijk heel erg bezig met... wat doe je nou als iemand van jouw sportclub of jouw zangclub dementie krijgt? Mm-hmm. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe kun je bezorgen dat hij zo lang mogelijk betrokken blijft bij jouw club? Dat vind ik op zich allemaal een hele goede zaak. Ja. En hoe zie jij de samenwerking met andere zorgpartijen die aangesloten zijn met het dementienetwerk? Hoe zie jij die als organisatie, maar ook in je eigen functie? En wat zou daar eventueel nog verbeterd kunnen worden? Of hoe kunnen we nog beter samenwerken? Heb je daar tips voor? Op zich, de samenwerking is er wel met meerdere organisaties. Wat je soms wel merkt en ziet, is dat iedereen toch eigenlijk erg gebonden is aan zijn eigen kaders van zijn organisatie. Waardoor soms het wel zo is dat je dan niet die hulp zou kunnen bieden die deze persoon nodig zou kunnen hebben. Mm-hmm. Het is voor sommige organisaties lastig om buiten de box te denken. En hebben dan al soms zoiets van, ja, maar dat kan niet. Maar je ziet ook wel heel veel positieve punten. In die zin zijn er overleggen met de WMO, met collega's van Tante Louise. We zijn sinds kort in overleg met Humanitas. Mooi. Odenshuis natuurlijk. Ja. Dus in die zin zijn er wel heel veel... Ik zit een collega bij de Dementievriendelijke Gemeente Werkgroep. Ja. Dus in die zin zijn we wel heel erg bezig om en ontzoekende in van goh, waar kunnen we nog meer behalen en waar loopt het dan goed. Ja. Oké. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Oké. En willen jullie meer weten over Ellen Kuppens, schroom dan niet om contact met haar op te nemen.